maar. Ja, wat u hoort, dit is de minutenwals van Frédéric Chopin. En dat heeft mijn grote voorbeeld in... Jezus, wat speel je hard! Maar dit volledig terzijde. Mijn grote voorbeeld, niet Jezus, maar Jasperine de Jong... heeft dit gezongen ooit in de jaren 60. En daar ben ik ooit eens aan begonnen om dat in te studeren, maar dat is onmogelijk. Dus, ik dacht, ik doe het toch. En als ik opnieuw inzit, nou, u merkt het allemaal vanzelf wel. Maar dat is het idee is dus dat u gewoon leuk, relaxed, even ontspannen met elkaar praat, even de handen schudt. Even zegt, wat leuk dat jij er ook bent. Klets rustig verder, want het gaat even duren. Ja, jij doet het leuk. Leuk, hè? Boei, boei. Ja, ik hoop dat ik het kon als ik het kon. Ik zou het zeker ook kunnen als ik het kon. Nou, is dit een maat? Is dit een toonsoort? Is dit dat? Dit is het. Dankjewel, Gildo. Leuk, hè? Ik moet ook inzetten, hè? Wacht even. Weet jij ongeveer wanneer? Ach, wat leuk, dat is nu. Ach, ja. Ja, nee, check het even. Heeft u wat te doen inmiddels? U kunt nu snoepjes doen. U kunt nu even gewoon krabben overal. Of, weet je wel, maak doe wat voor jezelf. Ik doe de minutenwals van Frédéric Chopin. Je moet even oefeningen van tevoren, anders gaat het helemaal niet. Hebt u één minuutje, één klein minuutje, red ik het in één minuutje, blijft u nou nog één minuutje, dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's minutenwals. Ze zeiden mij, dat haal je niet, maar dan kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd, dan is het een feit, dan zing ik even de minutenwals. En dan ik hoop klinkt dat niet al te vals, het kost me enkele jaren van mijn leven en veel slapeloos door wakker nacht, de schoonheidsprijs al mag u dan ook niet verwachten. U weet wel, ik zing de stoos tevoren, ik heb mijn keel, mijn longen uit en uitgescheurd. Dan heb ik toch mijn zinje en de wetenschap gewonnen die ik sloot, het gaat niet om de cent. Doe je leuk. Maar ik doe het om te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder tollen in zijn graf te tollen. Dat ik heb te kort doen, help, ik word moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Mama met Petri en een beetje Roger met Chopin's minuten was. Even rust mijn arme hals, want ik ben al bijna platgewalst. Hoe zal nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en al ver achteraan. Nog een handjevol seconden heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje. Nog een handjevol seconden, amper nog een half minuutje. Klaar is dan Chopin's minutenwals. En nu geen nootje meer gemist, want ik laat me toch beslist niet kisten bij weddenschap. Gewoon, het gaat wel niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezers dan de knars. Maar de volgende keer met ik op Wimmy schoten, mij als koning voetbalmars. Oh, de ijsbrug is nu echt begonnen. Graag zou ik het niet besluiten, stralen tot twee zonnen houden die seconden wijzen steken. Ik was uit de slikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven uur geven, alles geven, want dat rusten straks toch heerlijk zijn. Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.